Kunstenaar Maarten Bel gaat in de komende periode samen met verschillende scholen uit Schiedam bouwen en werken aan een knotsgekke treinbaan. De komende woensdagen gaan de kinderen hiervoor knutselen bij modeltreinvereniging Schiespoor. Ik ben Johan Mol en ik ben de voorzitter van Schiespoor. We zijn op het Spinhuispad 36 in Schiedam. We zijn in het onderkomen van Blauwhuis, Oost Blauwhuis. We hebben een uitnodiging van scholen, van het museum gekregen om met scholen samen te werken. Of we samen met Schiespoor een project op konden zetten. Een winterproject, zeg maar. Nou, dat heeft vorm gekregen. We hebben nu de tweede woensdag, zeg maar, dat we dan nu gestart zijn daarmee. En ik moet eerlijk zeggen, het is werelds om te doen. Geweldig. Maarten is aangewezen door het museum als de kunstenaar, zeg maar, die het hele gebeuren begeleidt. Gelukkig wel, want hadden wij het moeten doen, had het ook wel gelukt natuurlijk. Maar als je een professionele kunstenaar in het leven kunt roepen en dat wordt dan vanuit het museum wordt het aangestuurd en hij begeleidt en coördineert het helemaal, is dat geweldig. Dus we zijn er blij mee. Wat ik met Schiespoor wil, is hoe we kijken hoe we jeugd binnen kunnen krijgen. Want het is gewoon heel moeilijk. We zijn allemaal met oudere mensen, met alle respect, maar dat is gewoon zo. De treinenwereld bestaat meer uit oudere mensen als uit jongeren. Hebben daar minder tijd voor, of ik weet niet hoe het tegenwoordig in elkaar steekt. Maar dat geeft voor de rest ook niet. Nou, dat is gelukt. En ja, kijk, zie je hier de samenwerking. Geweldig. Super. 14 december dan is de opening in het museum. Ik meen om 10:00 morgens. Dan gaat het van start en dan gaat door tot en met 5 januari. Behouden ze de kerstdagen natuurlijk, die vallen tussenuit allemaal. Maar dus totaal zijn we 16 dagen aan het rijden onderin het museum. Maarten Bel en ik ben beeldend kunstenaar. We gaan een hele toffe miniatuur kerstbaan bouwen met eigen gemaakte wagons. Het is natuurlijk kerst en daar passen miniatuurtreinen en een kersttrein heel mooi bij. En het Stedelijk Schiedam doet een heel tof project waarbij ze kunstenaars uitnodigen. En die koppelen ze aan een organisatie in Schiedam. En dat kan echt een voetbalvereniging zijn, dat kan, noem het maar op. Het kan een schiespoor zijn, dus dat zijn eigenlijk een modelbouwtreinvereniging. En eigenlijk werk je als gelijkwaardige partners, dus de kunstenaar en de organisatie aan één tentoonstelling. Pin My Wagon of Pin My Wagon, dat is zo heet de workshop eigenlijk inderdaad. En het is geïnspireerd op Pin My Ride. Ik denk dat de kinderen dat niet eens meer kennen. Misschien jij nog wel van vroeger, ik ook. Een Amerikaanse serie waarin eigenlijk oude auto's helemaal worden opgepimpt. Maar niet alleen een soort van mooi worden gemaakt, maar ook eigenlijk het karakter van de eigenaar van de auto erin terugkomt, hè? Wordt weerspiegeld. Dus eigenlijk geïnspireerd daarop dacht van, maak een variant op, Pin My Wagon. En dat je eigenlijk een wagon maakt die perfect bij jou past. Ik ben een artistiek leider eigenlijk, zo kan je het wel zien, hè? Dus we doen een aantal workshops, 5-6 totaal. En daar maken we eigenlijk eigen wagons, miniatuurwagons met de kinderen. En die komen uiteindelijk ook op de baan te rijden in het museum. En de baan ontwerp ik. En de workshops begeleid ik en ontwerp ik eigenlijk ook een beetje. En uiteindelijk wordt het een heel tof geheel. Wat ik wil is dat de kinderen na gaan denken eigenlijk over, als je nou echt een wagon in het echt zou mogen ontwerpen. Wat zou je dan doen en wat vind je tof? Dus ze moeten echt bij zichzelf nagaan en nadenken van, wat is nou typerend voor mij? Of waar kan je mij midden in de nacht voor wakker maken? En is dat... voor de ene is dat een broodje kipcorn en voor de andere is dat om te gaan voetballen. En voor iemand anders is dat wereldvrede. Dus je krijgt hele uiteenlopende wagonnetjes met ontwerpen van kinderen. Dus de kinderen zijn eigenlijk uw grote motivatie tijdens dit project? Zeker, absoluut. En ze komen prachtige dingen uit en ik hoef bijna niks te doen. Af en toe even wat uitleggen wat ze moeten gaan doen, hè. Of bijsturen of even een goede vraag stellen. Dat ze bij zichzelf nagaan, wat ben ik nou aan het maken en waarom maak ik dat? Maar uiteindelijk gaat het grotendeels vanzelf. Ja.